Sala Fiek, di Sir Kerr, Fadra Fanana, Manar Atampai, di Manhi Fana, Sendeng Fadan, Amat So Popular Ta Sahar, dan Bosluta Amhaven, dan ja, iemand binnen die kring heeft het nodig gevonden om, om dat alles te filmen en het viraal te doen gaan. Maar op zich zie ik niets verkeerd in het gedrag van meneer Atompai. Dat mensen bij dit soort gelegenheden ja, geld geven aan artiesten of althans personen die daar bezig zijn of het nou is dansen of zingen of noem maar op. Het is eigenlijk niet vreemd. Dus is dat ja, vrijwel overal ter wereld gebeurd. Dus waarom er een punt wordt gemaakt in de kwestie Atompai, weet ik zelf niet al. Maar ja. Zelf zie ik niet verkeerd. Ik heb ook aangegeven dat ik wel een gesprek met hem zou hebben als hij terug is. Maar dat hij verkeerd zou hebben gehandeld, nou, dan moet iemand maar echt wel zeggen wat verkeerd is aan die gedragen. Hij biedt zijn verontschuldigingen aan op zijn... Ja, waarom hij dat heeft gedaan, weet ik zelf ook niet. Maar ja, dat is zo'n goed recht. Maar we weten allemaal dat Atompai een ondernemer is. Net als andere politiemannen, ook jaren. De man is ondernemer, dus hij zal wel wat geld verdienen om zo een handeling te kunnen plegen. Om iemand een paar euro's te geven. Dus zo kijk ik ernaar aan. Als er andere zaken zijn, nou, dan moet ik dat dan nog horen. Heeft de politie maar, zoveel het tijd? Niet verkeerd. Heeft de politie zoveel tijd om ook nog naast het politieman zijn andere bezigheden te hebben, andere bedrijven te hebben en dergelijke? Blijkbaar wel. En dat is wat ik zei, toch? Hij is niet de enige. En het is ook niet iets van nu. Want hij is voorzitter van de bond. En ja, ik heb niet begrepen dat hij het niet goed doet in dat opzicht. Waarom denkt u dat er dan zoveel ophef over gemaakt wordt? Ik weet het niet. Ik denk dat het, omdat het Atompai is, denk ik wel. Ik weet het niet. Die mensen die het nodig hebben gevonden om er een punt van te maken. Zij alleen kunnen het zeggen. Zelf zie ik niets verkeerd. En in dit geval zijn het allemaal artiesten. Van wie hij vindt dat hij die een financiële push moest geven. En nou, dat is het gewoon. Maar goed, bij terugkomst... Wat zegt u? Bij terugkomst gaat u een gesprek met hem hebben. Zal het hierover gaan? Sowieso ga ik een gesprek met hem hebben. Ik wil hem nu niet bellen. Laat hij zich concentreren op zijn bondzaak. Als hij terug is, dan zal ik wel een hartig gesprek met hem hebben, om het zo te zeggen. Maar nogmaals, ten aanzien van wat hij daar heeft gedaan, zie ik niet verkeerd hoor. En ben echt wel benieuwd wie wel kan aangeven dat het verkeerd is. Hij wordt gewoon een hype gecreëerd rondom het hele gebeuren, maar zelf. Maar hij heeft het gedaan, het was in een privé setting. En just that.